Goedemorgen, fijn dat je weer luistert. Vandaag onze dagkaart is cause and effect, oorzaak en gevolg. Je bent je bewust dat de liefdevolle gedachten die je creëert, dat die voor verandering zorgen voor je fundament. Heel jezelf met je innerlijke wijsheid. Het fysieke lichaam lijkt net een biologische computer. Het is samengesteld uit ontelbare onderdelen en slaat een hele hoop dingen in zijn geheugen op. Hoewel we proberen ons te bevrijden van kwalen die veroorzaakt worden door virussen, ziekten, verwondingen, door pijn, zijn zij ook onderdeel van het menselijke computer. Het systeem van het lichaam, ziel en geest is heel wonderbaarlijk, waarbij er van alles gebruikt wordt om boodschappen aan ons door te geven. Een chronische kwaal kan tekenen zijn van disharmonie. Een infectie kan een indicatie zijn van oververmoeidheid of dat er bepaalde emoties onderdrukt worden. En een branderig maagzuur kan een signaal zijn van boosheid of stress. Veel ziekten steken de kop op via ons doen en laten, opgekropte zorgen of het gevoel dat je niks waard bent. Omdat je lichaam niet tegen je kan liegen, is het vaak mogelijk om niet alleen beter te worden, maar ook de onderliggende oorzaak van de ziekte te genezen door hierop jezelf af te stemmen. Het is in wezen een ander onderdeel van je lichaam en zodanig kun je je ermee communiceren. Als alle mensen op een positieve, natuurlijke manier liefdevol met elkaar zouden samenleven, zouden er ongetwijfeld minder ziekte zijn. In deze tijd van zware werkdruk, gecompliceerde onderlinge wisselwerkingen, allerlei activiteiten binnenshuis, luchtvervuiling, corona, smeekt het lichaam echter om gehoord te worden als een ziekte die je treft. Zodra de ziekte verschijnselen krijgt, of als je al langere tijd ziek bent, neem dan elke dag wat tijd voor jezelf om rustig te gaan zitten of liggen en diep te ontspannen. Als je een hele kalme staat bereikt, vraag aan de bacterie, de virus of de pijn wat de oorzaak hiervan is. Praat er tegen alsof het een wezen is in jezelf en communiceer ermee. Het is heel belangrijk om goed te luisteren als je je vraag gesteld hebt. Je lichaam kent het antwoord. Als je er niet onmiddellijk antwoord komt, denk dan eens na over hoe je de laatste tijd hebt geleefd. Ben je een gespannen situatie aan het vermijden of ben je bewust op zoek naar liefdevolle aandacht? Dat kan dan wel het geval zijn, maar het antwoord dat je krijgt hoeft niet noodzakelijkerwijs te kloppen. Het kan heel specifiek zijn en nogal vaag. Wat jouw ziekte te vertellen heeft, kan wel eens een grote verrassing voor je zijn. Hoe dan ook, wanneer je de kennis hebt genomen van het antwoord en je het geaccepteerd hebt, zul je snel genezen. Wanneer je jezelf afstemt op je ziekte, kan deze je helpen om nieuwe, meer effectieve, aangepaste en krachtige manieren te leren om je ziekte mee om te gaan. Zodra je ervan overtuigd bent dat de geest het lichaam kan genezen en vice versa, is dit een belangrijke stap op je reis naar zelfheling. Vergeet niet dat een dokter natuurlijk ook belangrijk is, ga die nooit uit de weg. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.